misschien zijn ze soms hier en daar iets te lang. Dan moet je ze even om je pols heen wikkelen. En alle begin is moeilijk, maar wat ik net al zag, wel weer de 12 weken na een weekje. Nou, heb ik er wel vertrouwen in. Herman? Ja. Die zit bij de onderbouw ook heel actief als methodiek manager. Ja. Vind je het leuk? Zit? Ja, prima. Herman Kok, waar ben je? Herman. Oké, naast mij Bart van Rooyen van namens Vitesse. Je bent coördinator? Ja, coördinator van de onderbouw. Dus onze onder 9 tot onder 12. Dus je weet als geen ander hoe belangrijk dit is, wat we vandaag op DVS meemaken, voor de jeugd is. Ja, superbelangrijk. Kijk, we zijn allemaal jong begonnen met voetballen en daar ligt de basis. En als je de basis aanleert met goede spullen, dus een klein balletje, een touwtje, dan hou je het plezier bij die kinderen. Want iedereen kan touwtjes springen bijvoorbeeld, iedereen kan met een klein balletje wat doen. Ja, het stimuleert gewoon enorm en dat zien we bij ons, maar gelukkig ook bij deze mooie club als DVS. Ja, inderdaad, jaren geleden begon Johan Cruijff er al over. Natuurlijk een straatvoetballer puur sang. Ik zie hem nog zo dat balletje hoog houden, jij waarschijnlijk ook wel. Maar waarschijnlijk ook met een klein balletje begonnen. En hij zei ook, ja, touwtjes springen, ongelooflijk belangrijk voor de coördinatie, hè? Ja, absoluut. Je ziet tegenwoordig steeds kinderen meer moeite hebben met bewegen. En dat zien wij ook als BVO. Dus we vinden dit super belangrijk. Want als je een betere beweger bent, een betere coördinatie hebt, uiteindelijk geeft je dat ook wel meer eigenschappen om een betere voetballer te kunnen worden. Ja, en nu natuurlijk aan alle leiders en de spelers zelf om het ook werkelijk in de praktijk toe te passen. Zowel thuis als hier bij de trainingen. Dat vergt natuurlijk wel een zekere mate van discipline, hè? Ja, discipline niet alleen, maar je moet het ook als een spel zien. Want ja, iedereen wil graag ergens beter in worden. Dus als je er een spel voor van maakt en elkaar probeert uit te dagen, dan is het ook hartstikke leuk om te doen. Ja, dit is ook weer een prachtig samenwerkingsverband tussen Vitesse en DVS 33. Hè?
Absoluut. En wat ik geweldig vind, of wat wij als Vitesse geweldig vinden, is dat het niet alleen voor de onder 10-1 is, maar ook voor de lagere teams. Dus iedereen is gelijk. En dat is super belangrijk. Heel, heel belangrijk, inderdaad. En Bart, ik wil je bedanken voor dit interview en de korte uitleg. Oké, graag gedaan. Oké. Hey. Top. Succes. Ik wilde dat dus net allemaal een beetje gaan vertellen om jou te introduceren. Want ja, de meesten kennen jou waarschijnlijk niet. Je werkt heel graag ook een beetje op de achtergrond. Klopt hè, Herman? Ja, dat klopt. Dat klopt hè. Maar je doet wel heel goed werk. En dat is ook wel werk wat jou ligt volgens mij. Dat weet ik niet. Maar we zijn in ieder geval druk mee. En we zijn een heleboel mensen natuurlijk. Hè. Marco is al genoemd, ik. Hè. Maar met name over de trainingsmethodiek. Ja, daar hebben we wel stapjes gezet, denk ik. En nou ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja. En daar is dit natuurlijk ook een enorme stap in, denk ik. Hè? Ja, dat hopen we. We hopen zeg maar dat het besef een beetje komt dat het niet alleen hier kan gebeuren, maar dat je wel thuis aan de gang moet. En dat is misschien wel de grootste stap die er gezet zou kunnen worden. Nou, dan denk ik dat dat niet zo eenvoudig is. Maar een stukje bewustwording dat kinderen aan de gang moeten, dat is natuurlijk wel, want met 2 of 3 keer trainen in de week, Piet, gaat niet lukken. Daar red je het niet meer. Nou heb jij toevallig heel op een heel hoog niveau gymnastiek gehad, Herman. En toen deden we al touwtjes springen en zo en dat soort dingen. Dan weet je basketbal, Piet. Basketbal, hè, basketbal. Maar daar was je ook wel aardig goed in, hè? Ja, dat weet ik niet, maar dat deden we wel altijd. En er was niet erg, er zat weinig variatie in jouw lesmethodiek, Piet. Kijk, goed, nou mooi. Nou, hartstikke goed. Ja, precies. Maar het is ook een hele mooie sport, hè, basketbal. Ja, ik heb er verder niet zoveel mee. Dus je doet het allemaal met een bal met je handen. Dus, ja. Je hebt net even iets te lang bij EFC gezeten. Anders had je een veel grotere carrière kunnen hebben bij DVS 33. Maar daar heb je toch nog wel een aantal jaren in het eerste gespeeld, Herman. Hè? Ja, klopt. Ja. Achteraf gezien, maar ja, je weet het maar nooit, Piet. Maar ik heb hier in ieder geval met veel plezier gevoetbald. En ik loop hier nu gelukkig ook nog. Dat is mooi trouwens, hè, want ik kom ook nog eens op EFC en dan kom je hier. Maar het is toch ook wel weer een verschil. Hè. Niks ten nadele van mijn vroegere jaren bij EFC, maar het is wel een verschil. En dat is natuurlijk mooi om als club mee te kunnen dragen. Dus ja, het is prima werken zo. Heb jij vroeger zelf ook heel veel op kleine veldjes lekker gebald? Altijd op straat gevoetbald. Ja. Want van de trainingen, dat was niet geworden. Nee, dus als ik niks had gedaan op straat, maar dat was toen inderdaad vrij normaal. Ja, dan was het nooit goed gekomen. Maar daar liep je in principe altijd te pielen. En dat is wat een beetje verdwenen is. En ja, dan hoop je dus dat hier zeg maar toch een klein beetje besef komt van kinderen gaan de gang. Ouders, besef ook als het wat moet worden zeg maar voor de hele motoriek. Want we doen nu ook multiskills zeg maar. Hè? Dus gewoon een beetje de acrobatische dingen, daar zijn we net mee begonnen. Het is hilarisch.
Het is natuurlijk dikke lol. We doen dat met de hele groep. En dan doen we 2 oefeningen. Kruiwagenrace, om eens wat te noemen. Of een handstand hebben we nog niet gedaan. Dat laten we ook nog maar even, denk ik. Want het is nog een brug te ver. Hilarisch. Dikke, dikke lol. Maar het is ook wel schrijnend om te zien, zeg maar, hoe kinderen van 11 jaar moeite hebben om een kruiwagenrace te kunnen doen. Helaas is dat zo, ja. Dus daar is nog een hoop te winnen. Maar goed, dat doen we nu ook. Daar starten we de training mee. Precies. Hartstikke goed. En ik zou zo zeggen bedankt voor dit interview. En ik wil je nog wel even zeggen dat we ringen zwaaien hebben. Ik zie jou zo nog zwaaien. Dat heb je ook gehad, hoor. Sorry? Ringen zwaaien. Ringen zwaaien. Heb ik ook niet gehad, denk ik. Heb je wel gehad. Herman, bedankt voor dit interview. Ik heb er alleen maar slechte herinneringen over gehad. Oké, okay, prima. Ja, hey, doeg. Dankjewel. Oké, okay, goed. De spelers, allemaal op het veld, de ouders, de familie. Gerard van der Ring van de KNVB, Mart van Rooyen en Kees van Buren, Piet Etsen. En onze bestuursleden van de Business Club, jeugdbestuur en het hoofdbestuur. En natuurlijk iedereen verder die hier belangstelling voor heeft. Wat gaan we doen? We gaan een cadeau uitdelen aan al deze kinderen die hier op het veld staan. En dat cadeau dat is mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. In de eerste plaats een hele grote sponsor is Intersport. Die hebben een groot gedeelte van het cadeau voor ons gesponsord. En daarnaast hebben we nog een aantal sponsoren die anoniem willen blijven en ook nog een bijdrage vereniging. En ik denk, je weet nog niet wat je krijgt, misschien. Maar misschien is het wel zo netjes om even een groot applaus voor al deze sponsoren te geven. Dankjewel. Nou, het cadeau. Het cadeau heb ik hier in mijn hand. Dat is een rugtasje. En in het rugtasje, daar zit ook wat in. En daar ga ik niet zelf iets over vertellen. Maar daar wil ik iemand van Vitesse graag iets over laten vertellen. En dat is Bart van Rooyen. Bart van Rooyen is technisch coördinator van de onderbouw van Vitesse, de club waar wij mee samenwerken. Hij doet het weer. Bart, zou jij, heel fijn dat je er bent natuurlijk, zou jij iets willen vertellen over de minibouwtjes? Ja, zeker. Allereerst, wij zijn als Vitesse hartstikke blij dat dit soort initiatieven genomen worden. Want ja, voetballen leer je natuurlijk met een bal, toch? Ja, want een bal is het allerbelangrijkste. En wij bij Vitesse gebruiken deze balletjes ook in de onderbouw. En wij vinden het belangrijk dat je daarmee leert je functionele techniek. Dus bijvoorbeeld je aanname, het pasen, het dribbelen, maar ook trucjes, hoog houden. Al die dingen die zullen je een betere voetballer maken. En dat kun je thuis oefenen bij DVS. Ik zag daarachter een heel mooi veldje. Kun je ook op trainen. Maar uiteindelijk met als doel om dus een betere voetballer te worden. Dus dat is eigenlijk de trainingcheck. Dankjewel voor nu, Bart. We hebben aan trainer Marcel van Elten en de jongens van onder de 8-1 gevraagd of zij zich de afgelopen week al een beetje wilden voorbereiden hierop. En die gaan we ons een korte demonstratie laten zien. Ga je gang, jongens.
mogen de jongens het ook allemaal allebei de benen doen. Zowel links als rechts. Misschien wel naar aan, die jongens doen het hartstikke goed met een kleine bal. En het mooie is, als het lukt met een kleine bal, dan wordt het eigenlijk makkelijker met een grote bal. Dus dat is ook weer het voordeel, toch? Ja. Terwijl zij aan het wachten zijn. Terwijl zij aan het wachten zijn, even er tussendoor. Voorzitter, ik denk dat deze groep en de trainer een groot applaus van ons allemaal verdient voor deze demonstratie. Dankjewel. Goed gedaan, jongens. In die rugtas. Er zit ook nog iets anders en dat is een springtouw. En nou denk je misschien een springtouw, dat is toch eigenlijk helemaal niet voor voetballers. Nou, daar vergis je in. Want de topvoetballers, en je kent ze vast wel allemaal van de tv, die zijn ook allemaal vroeger met touwtjespringen begonnen. Omdat dat heel goed is voor je ontwikkeling, hè, om beter te worden. En ook daar zal Bart iets over vertellen. Ja, wat Jack zegt, je wil voetballen, heb je een bal nodig. Maar wij geven bijvoorbeeld ook huiswerk mee in touwtjespringen. En touwtjespringen is namelijk belangrijk in onze ogen om je coördinatie te verbeteren, je motoriek. En al die dingen zijn super belangrijk om een goede voetballer te kunnen worden. Dus wij geven huiswerk mee, nou, een keertje 10 keer springen. Als je dat hebt gehaald, ga je proberen 20 keer te halen. Met alles als doel om een betere voetballer te worden. Dus als je beter leert bewegen, kun je uiteindelijk ook makkelijker voetballen. Dus vandaar dat wij dit heel erg belangrijk vinden. En we geven het ook echt als voetbalhuiswerk mee. Dankjewel, Mark. En ook voor het laten zien van touwtjespringen hebben we een groep bereid gevonden om afgelopen week nog wat te oefenen. 2-9-3-5-6, het is onder 12-1. Willen jullie in de middencirkel komen, jongen? Onder leiding van Paul Peet. En we zijn van de week al een beetje bezig. Natuurlijk dus als ze dat gehaald hebben, dan gaat het ook lastig om te laten zien. Ja, ja. En als je maar, betere motoriek hebt, dan moet je wel wat makkelijker maken. Ja, een week oefenen. Ja, Jan Kruijf zei het altijd al. Ja. Maar boxers gebruiken het ook. Ja, moeten we hier. Ja, dat is een hele belangrijke training voor de boxers. Het is bijna allemaal dat, hè. Ja. Motoriek is zo belangrijk om als voetballer ver te kunnen komen. Heel goed, jongens. Dat is altijd bij mij in het onderdeel van een circuit. Weet je, ik ben gymnastiekleraar op de middelbare school. Ja. Dus dat duurtje moet altijd. En dan in 1 minuut 200 keer. Ja. Ja, en bij die kleintjes met 10 beginnen. En daarna de 20 en elke keer de 30. En ook dit kan iedereen. Ja. Nou, wel of niet kan voetballen, dit kan iedereen. Sommigen doen het wel achteruit. Heel goed, Paul. Ja, onhandige hand-oogcoördinatie. Zullen we zoveel dingen bekijken? Ik hoor wat je net zegt tegen Piet over oog-handcoördinatie. Coördinatie in het algemeen. Natuurlijk ook goed tegen dat je wat minder blessuregevoelig bent. Coördinatie sowieso.
Die speelt nog heel iedere dag op straat. Dat is eigenlijk allemaal niet meer. En wij willen eigenlijk proberen om met dit cadeau de kinderen dus ook wat meer thuis aan het sporten te krijgen. En dat kan 5 minuten zijn, kan 10 minuten zijn. En dat is eigenlijk de achtergrond ook van ons idee. En ik denk dat de 12-1 ook een groot applaus verdient. Want we hebben het hartstikke goed gedaan. Dankjewel. De cadeaus die gaan we nu zo meteen uitdelen. Dat doen we als volgt. Ik wil aan de teamleiders vragen van ieder team om zo meteen naar de tribune te lopen. Als het goed is, staan daar een aantal vrijwilligers die de dozen zullen uitdelen. Aan de rechterkant van de tribune van onder de 8 en onder de 9. En aan de linkerkant van de tribune onder de 10, onder de 11 en onder de 12. En als de leiders die dozen willen ophalen, weer terug willen nemen naar het vak, uit willen nemen aan de kinderen, dan kunnen die hier ook even mee gaan oefenen in het vak waar ze nu zitten of staan. Dus aan de leiders de vraag om even op te halen. Bij de tribune. De opleiding bedacht van dat gaan we ook introduceren, maar dan dus wat ik net al zei, voor alle 18 teams van de onderbouw, zodat alle kinderen deze kans kunnen krijgen. En we werken hiermee en we werken met de trainingen vanuit een opleidingsplan. Het opleidingsplan dat heeft als titel tweebenig opleiden. En tweebenig opleiden, daarmee bedoelen we dus, het woord zegt het al, dat wij willen dat de trainers aandacht schenken aan het linkerbeen en aan het rechterbeen. En dat geldt ook voor de kinderen thuis. Doe het ook met het been waar je nog niet zo goed in bent. En dus beide benen, tweebenig opleiden. De rugtasjes, wat ik net al zei, er zit een label aan. Hier en daar zijn ze misschien een beetje, zit een lang touwtje aan. Misschien kunt u dat thuis zelf wat inkorten voor uw zoon of dochter. Maar alles is dus op naam. En op die manier hopen we er ook een beetje zuinig op te zijn met z'n allen. Wat doen we verder in de opleiding van de onderbouw? Bart van Rooijen memoreerde het net al even. Daar achter die borden zijn fantastisch, maar je ziet nu jammer genoeg niet meer wat erachter is. Maar daar is een pannaveldje, die hadden we al. En afgelopen zomer heeft onze onderhoudsploeg daar een geweldig straatvoetbalveldje met borden neergezet. Echt, het woord zegt het al, straatvoetbal, hè, waar vroeger het voetbal op werd geleerd. En dat gaan wij ook inzetten bij trainingen. Dat zal de trainer dan ook communiceren natuurlijk, want met voetbalschoenen op die tegels, dat is niet zo handig. Dus in dat geval, dan wordt het van tevoren wel aangegeven. En we gaan dus verschillende ondergronden gebruiken. Het kunstgras waar we nu op lopen, het gras wat we vroeger ook altijd gewend waren. De straat met de parkeerplaats en het straatvoetbalveldje. En in de... Dus stel, je hebt nummer 1, dan heeft de bal ook nummer 1. En er staat ook nog een naam op het label van het tasje. Dus op die manier hopen we dat iedereen goed op zijn eigen spullen kan letten. En dat we er heel lang plezier van mogen beleven. Aan de trainers en leiders die nu bij de kinderen staan, zou ik willen vragen of je nu eerst een minuut of 5, 6, 7 met de miniballen wil oefenen. Van DVS-TV staan ze hier ook, midden op het veld. Durf je? En het is het leuk om alle kinderen met die miniballetjes aan de gang te zien. En dan doen we zo meteen ook nog een paar minuten met de springtouwen. Dus eerst even allemaal met de miniballetjes. Met DVS 33 ervoor, zo, weet je wel? Oké. Kijk, gaan we... Ja. Hey, hoe heet jij? Ik heet Stan. Hoe? Stan. Stan en achternaam? De Ruiter. De Ruiter. Oeh, dat is een hele bekende naam. De Ruiter. Ken je ook nog een De Ruiter die in het eerste van DVS voetbalt? Ja, Julian De Ruiter. Julian De Ruiter, hè? En die andere die heeft er ook even gevoetbald, maar die zit nu even bij Sparta Nijkerk, hè? Ja. Ja, die ken je ook wel, of niet? Ja. Dat is? Maurice De Ruiter.
En die jongens die hebben allebei een hele goede techniek. Zouden die ook zijn begonnen met dat kleine balletje? Denk het wel. Denk het wel, hè? Ga jij dat veel doen? Ja, ik ga heel veel op trainen. Doen, hè? Ja. Thuis ook, hè? Ja. En de touwtjes springen ook, hè? Ja. Ook al word je er wel eens een beetje moe van? Ja. Ja? Oké. Okay. Dat is beloofd, hè? Ja, beloofd. Dus niet achter die computer en, of achter je iPhone of wat dan ook. Nee, die springen. Ja. Ja? Ja. En het balletje houden gauw, hè? Ja. Spreken we af, hè? Ja. Oké, Stan, bedankt, hè? Even voor alle ouders en belangstellenden. In de rugtas zit ook een brief, een oudere brief, waar wat dingen in uitgelegd worden. Bijvoorbeeld, er staan wat afspraken. De bedoeling is namelijk dat de kinderen iedere training, de rugtas meenemen en ook iedere training weer mee terug naar huis. En misschien heeft u al wel gelezen in het sportkatern van het contact afgelopen week. Maar we gaan met de onderbouw onder leiding van Herman Kok en Marco Hop een nieuwe trainingsopzet doen. Alle kinderen krijgen goede training. En jonge dame. We hebben bij iedere sectie een aantal hoofdtrainers. En die hoofdtrainers overleggen met de andere trainers, zodat ze allemaal dezelfde training krijgen. Dat sluit ook aan bij het project van de KNVB met project Gelijke Kansen. Want wij vinden dat niet alleen de onder de 8-1 goede training moet hebben, maar ook de onder de 8-3. Hi, mag ik jouw naam weten? Ja. En dat is? Elle Ringelberg. Jee, wat kan je al enorm goed met die bal overweg? Heb je stiekem thuis al zo'n balletje? Thuis dezelfde bal al. Heb je thuis dezelfde bal al? Ja. Oh, dat is voor jou een koud kunstje. Ja. En touwtjes springen, doe je dat ook al heel veel? Ja. Waar we heel erg blij mee zijn. Hoe vaak? Drie keer per week. 10 euro per drie keer per week. Meisjes kunnen natuurlijk sowieso beter touwtjes springen dan jongens, hè? Ja. Ja, hè? Oké. Ga nog eens even die bal hoog houden. Probeer, hè? Daar komt hij nog weer een keer. Kijk eens even. Dit is ongelooflijk. Hop. Ongelooflijk. Mooi. Bedankt.